Brad Pitt heeft er een, Theo Maassen draagt er een, de spelers van het Nederlands elftal lieten de baard eventjes staan tijdens het WK en Arnold natuurlijk. Maar die had er altijd al een. Het hangt een gel in zijn baard. Of heb je gewoon een beetje lekker? Ik heb het net gemist. Oké, dat kan ook. De baard is hip. De baard is hip, ja. Ja. Het is denk ik een reactie op de hele gladde metroseksuele man die we natuurlijk een paar jaar geleden in het modebeeld zagen bepalen. Maar nu is dus een beetje oerachtige man weer terug. Vrouwen willen gewoon een echte man. En het is gewoon weer een statement, denk ik. Hè? Om weer een keer een baard te hebben na heel lang niet gezien te hebben. En de vrouwen, wat zeggen die ervan? Ja, moeders die vinden dat niet mooi. En ik denk dat meisjes het afkeuren, maar het stiekem wel stoer vinden. Dus. Een baard? Nee. Absoluut niet, nee. Dat is echt vies. Vies. Dat is zo, ik weet niet, niet mannelijk, vind ik. Niet mannelijk? Nee. Als ik iemand zie met een baard of een snor of wat dan ook, dan denk ik, nee. Daar knap ik echt op af. Hoe moet je de baard draaien? Kort, beetje getrimd. Hij mag wel een beetje rommelig, zeker ranzig zijn, maar ik bedoel niet ranzig van vies, maar een beetje smoetsig en niet gestileerd. Want zo'n gestileerd lijntje, daar heb ik meer iets voor pooiers of andere. Hè? En ik vind zo'n hele lange baard als Brad Pitt, dat is het uiterste, die gaat er zelfs vlekjes in draaien, dat kan ook echt niet meer. Jouw baard kan niet? Nee, waarom niet? Dat hebben we net gehoord van een modestylist. Oh, ja, dat is dan heel spijtig. Hij moet wel korter, je moet trimmen. Dan... Oh, hij moet trimmen, maar dan wordt het zo'n keurig designersbaardje. Ja, dat vind ik niet zo. Nee? Nee. Dus ben je daar nou een... Dit is nou, ga je een stukje over maken over baard. Die zijn we zeggen. Ja, godverdomme. Ja. Stuur jou ook maar gewoon de straat. Maar ik denk wel... Ja, wat doen we? Vergelijk, ja.